Ik ben echt mega excited. Hoi, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke speciale video voor jullie, al zeg ik het zelf. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie van de Zeeman. En ik heb werkelijk nog nooit in mijn leven eigenlijk iets gekocht bij de Zeeman. Misschien toen ik vroeger jong was, maar de laatste tijd in ieder geval nooit. En daarom leek het me ook juist zo leuk om items te bestellen bij de Zeeman. Want ik ben ervan overtuigd dat er best wel leuke dingetjes tussen kunnen zitten. Dus ben jij nou benieuwd wat er allemaal in het pakketje zit? Doe dan vooral je duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, dit is dus het pakket en ik vind het mega leuk dat er dus zo'n smiley op staat. Dat heb ik nog nooit gezien bij een pakketje. Nou, er zit heel veel in. Dus de laatste tijd zitten we natuurlijk allemaal thuis. En zit je waarschijnlijk steeds meer op internet en kom je in de verleiding om te shoppen. Nou, dat heb ik dus. Ik heb namelijk niet alleen bij de Zeeman geld uitgegeven, ook nog bij andere winkels. Dus er komen lekker nog veel meer shoplogs op mijn kanaal. Maar ik denk dat jullie dat allemaal wel heel erg leuk vinden. Oh my god. Ik ben echt mega excited. Kijk, dit is het pakket. Oh, er zit zoveel in. En wat ik wel echt netjes vind. Normaal als ik een pakketje bestel, zit er echt om elk ding wat ik bestel zo'n plastic dingetje. Maar bij deze is dat helemaal niet. Dus beter voor het milieu. Nou, dit is dus de lijst met wat ik allemaal heb besteld. We hebben hier in ieder geval een rok. En niet zomaar een rok. Een rok die wat langer valt. Nou, ik was wel heel erg benieuwd hoe dat zou staan. En ik vind het een mooi stofje. Hij was maar 12 euro. Ik heb maat 36. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat staan. Dit is het rokje. Hij zit super lekker. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Maar toch, aan de ene kant is het niet echt iets wat ik misschien snel zou dragen. Ik ben toch wel wat meer van de korte rokjes. Maar als jij dan van de lange rokken bent, is dit natuurlijk super leuk. Zo zit hij van de achterkant. Ik vind vooral dat hij soort van voor mijn lengte een beetje te lang is en hier een beetje wijd. Maar verder vind ik eigenlijk helemaal niks mis mee. En hij zit dus echt super lekker. Dan is dit het volgende. En dit is een joggingbroek. Want ik zie dat dus steeds meer, vooral op TikTok, dat mensen gewoon zo'n lekkere baggy joggingbroek aan hebben. En dan met zo'n leuke top die wat korter is. En ik had eigenlijk helemaal geen leuke joggingbroek. Maar ik vind dit dus wel heel leuk. En het stofje ziet er ook lekker uit. Maar dit is dus een kindermaat. Want ik ben namelijk heel klein en ook niet super, super breed of zo. Dus ik pas eigenlijk nog wel gewoon een kindermaat. Dit is maat 164. Dus ik ben erg benieuwd of ik het over mijn kont heen krijg. Maar ik denk het wel. Het heeft ook echt heel veel stretch. En het is echt een mega lekker stofje. En hij was dus maar 4 euro. Dus ik ben super benieuwd. Dit is de joggingbroek. En die zit echt ontzettend lekker. Ik was een klein beetje bang dat ik hem niet zou passen. Omdat het dus een kindermaat is. Maar zoals je ziet, de lengte is gewoon perfect. Ik vind het zo lekker zitten. Ik wil het niet meer uitdoen. Zo zit hij van de achterkant. En ja, dit is echt iets waar ik in ga leven. En ook zo goedkoop, dat is natuurlijk al helemaal chill. Dan hebben we hier een leuke trui. Die ziet er ook echt serieus super leuk uit. Dit is een beetje een zalmkleurtje. En dan heeft hij een V-hals. Het stofje vind ik ook erg lekker. Best wel luchtig ook. Hij is 12 euro. Ik heb maat 36 ervan besteld. Dit is de trui en hij zit echt super lekker. Ik vind het ook echt een mooi kleurtje. En ik hou altijd wel van een V-hals trui. Nou, je kan het echt met van alles combineren. De lengte is ook mooi. Wat zullen we hier hebben? Dit is een pantalonbroek. En deze vond ik ook super leuk. En dan bijvoorbeeld te combineren met deze trui. Kijk hoe leuk stofje het is. En het is weer maat 36. Hij ziet er best wel groot uit. Maar ik denk dat hij op zich wel gaat passen. En ik vind het printje heel erg leuk. En het stofje voelt ook weer goed aan. Deze was 13 euro. Dat is natuurlijk wel chill dat het bij de Zeeman allemaal zo goedkoop is. En als er gewoon leuke dingen zijn, ja, waarom zou ik het niet kopen? Er is niks mis mee, toch? Oké, dit is de pantalonbroek. En het idee was mega leuk, maar hij is echt heel groot. Het ziet er bij mij echt niet uit. Hier is hij veel te wijd. En ja, hij loopt gewoon niet echt mooi. Als ik een wat kleinere maat had genomen, was het sowieso beter geweest. Maar ik weet niet of ze überhaupt een kleinere maat hebben van deze pantalon. Zo valt hij van achteren. Hij zit in ieder geval wel mega lekker. Maar ja, jammer dat hij helemaal afzakt. Het volgende
wat ik heb gekocht zijn footies. Dat zijn zeg maar van die sokjes die tot je enkel vallen. En bij de Zeeman heb je echt super veel goedkoop ondergoed en zo. En panties koop ik daar ook altijd. Dus dat is natuurlijk super chill. En ik draag heel vaak van die laarsjes. Maar eigenlijk doe ik het dus nooit sokken in. Dat is eigenlijk heel vies, want het stinkt altijd. Maar ik vind het lelijk als je mijn sok ziet. Dus ik dacht, nou weet je, dit is ideaal. Dus ik ben benieuwd hoe die zitten. Oké, dit zijn de foodies, zo noemen ze ze. En ze zitten super lekker. Er zit ook echt zo'n bepaald... ja, plak dingetje in of zo. En dat maakt het heel erg aangenaam. Ik ga nu even mijn laarsjes aandoen en kijken of ze dan zichtbaar zijn of niet. Het valt eigenlijk gewoon bijna niet op. Vooral omdat het zwart is. Dus hier ben ik super blij mee. Hoef ik eindelijk niet meer met blote voeten in mijn schoenen. Hier was ik ook mega benieuwd naar. Dit is namelijk een jas. Een soort trenchcoat. Trenchcoat. Oh, die ziet er wel heel leuk uit. Het stofje voelt super lekker zacht aan. En ik vind het een heel erg mooi kleurtje. Ik had dit dus allemaal echt niet verwacht. Ik ben echt serieus een beetje ja, verbaasd of zo. 25 euro, nou, dat is natuurlijk helemaal niet duur voor een jas. Maat 36. De lengte ziet er ook mooi uit. Niet te lang, niet te groot en zo. En dan kan je hem leuk strikken met een band. Dus ik ben erg benieuwd hoe dit staat. Dit is de jas. En jongens, echt waar, ik vind hem... super leuk. Ik vind hem heel mooi staan. Het kleurtje is leuk. Hij zit echt heerlijk. Dat stofje is mega zacht. Nou, dit is dus zonder dat ik hem vast heb geknoopt. En dan ga ik hem weer even vastknopen. Je kan hem dan zo dragen. Je kan ook een strikje maken. En als je hem zonder broek draagt, lijkt het wel een jurk, joh. Dat kan ook nog natuurlijk. En dan een panty eronder of een bikershort of zo. Listen. Nou, hier was ik al helemaal heel erg benieuwd naar. Je zult denken, is dit een onderbroek of zo? Nee, dit is geen onderbroek. Dit is een bikershort. Nou, dat wil ik dus al heel lang. Maar bij heel veel sites is dat elke keer uitverkocht. Ik vind dat namelijk leuk om te combineren met een oversized t-shirt of zo. En dan een riempje eromheen of whatever. Ik denk dat dit wel heel erg lekker zit. Het heeft ook een stretch. Het is maat 38. En hij was €3,49. Mega goedkoop. Dit is het bikershirtje en ik ben verliefd. Jongens, ik wil al zo lang een bikershirtje. En nu heb ik er eindelijk één. Hij zit echt ontzettend lekker. Als ik het zelf zeg, vind ik hem echt super mooi aansluiten. Nou, dit item ga ik mega vaak dragen. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Hier hebben we nog een trui. En dit is dus een oversized trui. Ik heb besteld maat... oh, wow, hallo. Maat 46. Ik weet er waarom. Ik denk dat ik dat heb besteld. Ik weet niet of die nou oversized was. Of dat ik toen bedacht van... mijn maat is er niet, laten we hem oversized bestellen. Dat kan natuurlijk ook. Hij is €12. En ja, dit is dus ook leuk om met het bikershortje te combineren bijvoorbeeld. Dit is de oversized trui. Hij zit super lekker. Het is echt een lekker luchtig stofje. En ik heb hem nu gecombineerd met het bikershortje. En zo vind ik het dus echt super leuk. En je kan ook nog altijd zo'n leuk riempje eromheen doen. Ja, dit is echt zo'n lekker item. En deze kan ik ook gewoon lekker met die joggingbroek combineren. I love it! Dan heb ik hier een heel erg leuk shirtje. En dit is van de Basic collectie. Ze hebben dus ook zo'n Basic collectie. Ik denk dat het unisex is. Het is weer zo'n leuk zalmkleurtje. En het is dus gewoon zo'n simpel shirt. Nou, dit vind ik dus ook leuk te combineren met zo'n bikershort. Gewoon een spijkerbroek of zo. En hij kost €7. En het is het roze shirt. Ik vind hem super lekker zitten. Hij is echt super cute. Weer gecombineerd met het bikershortje. Wat ik al zei, je kan echt zoveel dingen combineren met zo'n bikershort. In het begin vond ik het echt afgrijzelijk, die bikershorts. Maar nu vind ik het echt helemaal het einde of zo. En dan is dit het laatste. En dit is hetzelfde shirt als net, maar dan in een leuke blauwe kleur. Deze is natuurlijk hetzelfde dan de roze, maar dan in het blauw. Ik zie het al helemaal voor me dat je een baby shower hebt of zo. Dat er een jongetje komt en dat iedereen dit shirt gaat dragen. Nou, ik zou hem in ieder geval wel op mijn baby shower dragen. Ik vind het echt zo'n babyblauw kleurtje en ik vind dat super cute. Oké, de conclusie van deze video. Bij Zeeman heb je ook hartstikke veel leuke dingetjes voor een super goedkope prijs. Het bespaart je ook nog best wel eens weer geld.
Want bepaalde dingen kan je ook natuurlijk bij een andere winkel krijgen die veel duurder zijn. En volgens mij is de kwaliteit ook gewoon goed en de stofjes voelen allemaal lekker aan. Dus ik vond het in ieder geval echt geslaagd. Laat natuurlijk in de comments weer even weten wat jouw favoriete item is uit deze shopvlog. Laat even in de comments weten waar jij wilt dat ik de volgende keer ga shoppen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!